de inflatie. Die boodschappen, het is toch niet grappig meer? Iedere keer opnieuw voel ik me weer geneigd. En dan niet op de juiste manier. Die prijzen gaan 2-3 keer over de kop. Wat denken jullie wel niet? En jullie pakken ook nog eens een keer de verpakking aan. Laatst ging ik even een zakje chips halen. Nieuwe verpakking! Ik dacht, oké, top. Heel stuk kleiner. Zit ook gelijk minder in. Ja, soms denken ze dat wij niet zo slim zijn. Maar zo lomp zijn wij niet. Wij zien dat wel hoor. Maar ja, 2 seconden later loop ik toch weer met die zak chips naar huis. Hun zullen ook wel denken, de aanhouder wint. Maar laatst was ik in de winkel en toen werd ik echt flink geneigd. Ik gebruik altijd de Nivea Make-up Remover. En nee, dit is geen spon. Zo'n flesje kostte dus altijd 3,30 euro. Vervolgens ga ik daar inslaan, want het was 1 plus 1. Ja, dan is dat heerlijk natuurlijk. 2 voor de prijs van 1. Maar wat hebben die nou gedaan? Die hebben gewoon de prijs verdubbeld. Dus ik had even zo'n lieve jongen aan zijn jasje getrokken. Ik zeg, goh, klopt dit? En die gaf inderdaad aan, ja, het is echt 1 plus 1. Maar de prijs is ook echt verdubbeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waar ligt bij jou de grootste irritatie als het gaat om meer betalen? We gooien het er gewoon allemaal even uit. Het is tenslotte maandag, dus het mag. Tot volgende week.